Welkom bij de Rekknop. Het is de laatste aflevering. We zijn bij aflevering 8 aangekomen en we gaan het vandaag hebben over de online plaatsen van je video. Dus je hebt je video al gemaakt, je hebt ze gemonteerd, je hebt er over de feedbackronde over nagedacht en nu is het moment waarop het wereldkundig gemaakt mag worden. Jouw video mag het internet op. Gefeliciteerd ten eerste. Goed bezig. Paar dingetjes nog waar je even op kan letten. Denk eraan dat als je op het moment dat je het op social media zet, dat je hem dan rechtstreeks in je kanaal laat. Dus dat je dan dus niet een linkje van bijvoorbeeld YouTube of Vimeo deelt, maar hem rechtstreeks als video upload in je social media kanaal. Waarom? Dat wil ik je heel graag een keer uitleggen. Maar dat doen we niet nu. Daarnaast, als tweede is het heel belangrijk, denk aan je thumbnail. Dat is je afbeelding die stilstaat waar de playknop op zit. Die afbeelding is ontzettend belangrijk, omdat daarmee lok je de mensen om het wel of niet op die play-knop te drukken. En heel vaak is het een soort van standaard afbeeldingje die door social media of door YouTube wordt gegenereerd. Maar zorg dat je bewust kiest welke afbeelding daar staat. Dus dat mensen ook echt op die afbeelding willen klikken om te zien wat er in die video te zien is. Begrijp je? Goed, en dan is het belangrijk om je titel en je omschrijving op orde te hebben. Dus zorg dat het klopt. Dus dat wat je in je video gaat vertellen, dat je dat in je omschrijving ook zwart op wit zet. Want ze kunnen het internet kan wel zoeken in woorden, maar niet in video. Dus zorg dat je je video perfect omschrijft, zodat de mensen die het dan vinden via de omschrijving, via de teksten, ook krijgen wat ze verwachten. Nou, en dan als laatste is het heel belangrijk. Dat is onderdeel hiervan is ook de tag. Dus dat is namelijk dat je hem een aantal zoekwoorden meegeeft wat echt in jouw video benoemd wordt en waar mensen ook echt in actie kunnen komen. En die paar woorden die moeten gewoon ook staan als een huis en die moet je goed kiezen. Want op die manier worden namelijk de bezoekers naar jouw video geleid. Goed, als je dit hebt gedaan, dan is het moment om op upload te klikken en daar gaat hij. Spannend, maar wel echt heel tof. En ik ben ook echt ontzettend trots op je dat je zover bent gekomen. Ik heb namelijk geprobeerd in deze 8 afleveringen om je mee te nemen in het proces van filmen. Maar ook in het proces wat er vooraf gaat en tijdens en na. En hoe je tot een film kon komen. En dat heb ik vooral gedaan om jou te inspireren om ook met bewegend beeld aan de slag te gaan. Het is namelijk een ontzettend mooi middel om in je marketing op te nemen. En het is gewoon een heel goed middel om je zichtbaarheid te vergroten. Goed, zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? En dan bedoel ik in alle onderdelen van het maken van een film. Laat het me weten, bel app gerust. En dan kijken we samen naar wat voor jou een passende oplossing is. In ieder geval ontzettend veel plezier met het maken van je film. En natuurlijk met het kijken naar de reacties op jouw gemaakte en geüploade video.